Het alarm in het provinciehuis in de Bosch gaat af en rond 2 uur stromen zo'n 1500 ambtenaren naar het plein voor het torenhoge gebouw. Honderden en nog eens honderden ambtenaren staan op straat vanwege de nationale brandpreventiecampagne die deze weken volop draait in Nederland. De provincie en nog zo'n 15 gemeenten in de brandweerregio Brabant-Noord doen mee aan de campagne met een grootschalige ontruimingsoefening. De campagneweken zijn dit jaar vooral gericht op de instellingen als ziekenhuizen, verzorgingshuizen en kinderdagverblijven. Maar de provincie zelf wil het goede voorbeeld geven en doet daarom mee. Binnen een kwartier staat iedereen buiten, terwijl 4 brandweerwagens aankomen rijden om het gebouw te controleren. Volgens de brandweer is de oefening in Den Bosch voorspoedig verlopen en deden zich verder geen incidenten voor.